we de rommel in de tuin opgeruimd. Het blad en de dode plantenresten. En deze week is het tijd om te snoeien. Snoeien is eigenlijk een raar gegeven. Ik bedoel, want in de natuur wordt ook niet gesnoeid. En in een natuurlijke tuin snoei ik eigenlijk het liefst zo min mogelijk. Waarom toch snoeien? Omdat in een tuin wij nou eenmaal hogere eisen stellen aan de bloei en de vruchtdracht van de planten. Dus moet je ingrijpen. En wanneer bloeien planten het rijkst? Als ze relatief jong zijn. Dus wat doen we met snoeien? Verjongen. En hoe ga je daaraan te werk? Nou, volgens de regels van de kunst kijk je eerst naar zieke takken, kruisende takken, hè, omdat dat wrevel geeft. En als er dan nog reden is, en die reden is puur, heb je genoeg plek voor de struik, dan knip je de oudste takken eruit. De oudste takken, zodat die kunnen zorgen voor jonge scheuten. En daarmee verjong je de zaak weer en heb je bloei. En dan maakt het niet uit of je nou een vlinderstruik in je handen hebt of een roos. Mensen doen altijd heel ingewikkeld over rozen, want dat moet op zoveel ogen en naar buiten gericht. En ik weet niet wat er allemaal bedacht wordt. Onzin. Je pakt die roos, ik heb nou deze als voorbeeld, die pak je en dan knip je die gewoon op zijn janboerenfluitjes kort. Nou, klaar. Dit zit in een pot, dus dat is een voorbeeld. Dit groeit uit en bloeit rijker dan het afgelopen jaar. En zo kunnen we ermee aan de slag. Als je een struik hebt in een beplanting, in een border of in een heesterbeplanting, dan hoef je natuurlijk niet zo kort te knippen, dat is natuurlijk bezopen. Maar dan knip je eruit wat nodig is. En gebruik dan gewoon je gevoel. Dus, snoeien.